Hebben we het overleefd? We hebben het overleefd. Oh, lekker. En wie heb je? Ik zat lekker comfortabel in mijn grote auto. In zijn grote auto, hoort hem dan. Yes, yes. Was het aardig ziek rijden voor jou ook, hè? Ja, 2 uurtjes. Ja, volgens hem. Werkdag hier gehad. En morgen maak je wel. Ik heb honger, het is 7 uur. Ja, ja, we moeten nog veel doen. Moeten nog veel doen. Ik ben moe. Doe jij die auto even? Rijdt u weer zelf even. Zo. Het is, misschien hoor je het al, maar het is helaas fout gaan met de intro opnemen. De aansluiting van de microfoon zat er niet goed in, waardoor we niks hoorden. Dus het is even achteraf opgenomen. Maar we hebben vandaag een hele bijzondere sessie. We zijn op de Karpenhoeve in België. En we zijn eigenlijk benaderd door een stichting wat wensen eigenlijk uitvoert voor ja, zieke kinderen. Kinderen die heel veel pech hebben gehad met hun gezondheid of ongeneeslijk ziek zijn. Nou, waaronder hebben we dus Teun. Teun is 15 jaar en die heeft ook heel veel pech gehad de afgelopen jaren. En die had zijn wens om altijd een keer met de D-Fishing te gaan vissen. Dus nou, wij kregen dat te horen. We dachten, nou, dat kunnen we natuurlijk niet afslaan. Dus ze noemden we nu in België zijn. Hij weet nog niet dat wij er zijn. Het is alleen tegen hem verteld dat er een paar bekende vissen zouden komen. Maar niet wie of wat. Dus hij weet van niks en we gaan hem eens verrassen. En Teun, liggen ze goed? Ja, perfect. Waar lig je mee te vissen? Zo, hij heeft al een mooie polo aan, hè? Echt te strijden. Ik heb een cadeautje voor je meegenomen, Thijs. Ja. Geef chitten daar. Leuk cadeautje samengesteld. En we wachten om de dag gewoon goed te beginnen. Dat je gelijk in de prijzen vallen, toch? Ja. Het is niet zo mooi ingepakt, maar hij heeft chitten ingepakt. Het eerste is al leuk. Het is ook een beetje een cadeautje van onze zakenpartners. Alles wat samengesteld. Kijk. Ja, nu kan het helemaal niet meer stuk. Precies. Nee. Nu komt de nieuwe PR, die komt wel. Kijk, toch? Kijk. Wat is het doel van vandaag? De gelukspet. Ja, hij heeft ook de andere kleur voor hem. Ja. Maar op boven dacht, misschien heb je die groen al wel. Ik dacht, hij gaat zo vissen van en heel graag gelukkig. Ja, deze is misschien vandaag helemaal niet zijn. Dan moet je morgen niet wachten. Zo, het autootje zat weer aardig vol, zoals je kan zien. Het past allemaal net. Zoals je kan zien, deurtje gaat amper dicht, maar met een beetje drukke gaat het wel. En ja, gewoon gezelligheid hier ze op de stek. Ze zijn zojuist aangekomen. Teun heeft zijn pakketje gegeven en we gaan eerst even een hapje eten, de maag vullen. En gaan we daarna een hengeltje klaarmaken. Teun ligt wat te vissen met twee hengels. Zijn broer ligt wat te vissen met twee hengels en verderop. En dan gaan we de hengels ook even optuigen. Meertje achter kunnen open vissen. Even kijken wat er gaat gebeuren vandaag. Een trucje voor de ouders. En we gaan eerst even een hapje eten. De barbecue staat aan, zo te zien. Eens even kijken wat erop ligt. Kijk, hamburgers. Dat kan ook niet anders. Ja, dat was lekker. En hier zaten Teun en zijn broer Bram. Dit is Bram. Hoi. En de fotograaf. En dan ja, wacht tot hij weer afgaat, hè Teun? Tuurlijk. Om de 5 minuten moet hij gaan. Gaan we wel zorgen. Tijd voor een nieuw PR'tje. Precies. Want wat was je doel nou? Ja, sowieso 10 plus. Ja, we gaan 15 plus. En als we helemaal op een fles zijn, een kooitje erbij. Maar, ja, een kooi, ja. Ja, de kooi van 10 voor mij nog iets of zo. Die zat in, ja, die hebben al een paar keer zien zwemmen ook. Oh, maar, die zwemmen ook hier? Ja, zien, je ziet gewoon op opvlak steeds. Oh, vet. Geen kosten of zo. Het is vooral, zeg maar, heel veel wier. Dus hebben ze gewoon een paar honderd graskappers ingegooid, zeg maar. Maar nu is het weer, al het wier is op. En nu hebben zij niks. Ja, ja. Je bent met David Fisting aan het vissen of niet, hè? Wat moet je dan doen? Regel nummer 1. Teun, zeg het maar. Hamburgers. Yes. 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 Het volgende. Lekker, hè? Shanti, heb ik het nodig. Oh, poot. Hey, wat, ja. Wat doe jij nou? Wat doe jij nou? Om filmen, hè? Ja. We moeten lekker het hengeltje aan het uitvaren. Ja, ja. Dit is professional, hoor. Met één handje, hè? Wie sport dit? Een nieuwe wie. Ja, dat is beter dan wie sport. Dat is sowieso dat. zelfs buiten, hè. Nou, zeg maar, waar ga jij mee vissen? Ik ga benieuwd. Met een Ronnie Richt met een klein geel pupje. En die ga ik nu op mijn linker hengel, dus. Ja. Lekker voertje erop. Zei je? Lekker voertje erop. Ja, de smikkelmix van vandaag. Ja. Dat wordt smikkel, hè. Zit allemaal in het voertje? Ja, mais, pellets, gewoon origineel lokvoer en zo. De smikkelmix. Bakkenvoer. Ja, aan woorden. Lekker zo dicht mogelijk. Zo, hoe gaat het bij de barbecue? De barbecue doet perfect. Ik, ja? Kijk, hij rookt nog lekker. We hebben deze plaats. Kijk eens even. Kijk even. Ja, dat kan wel in, hè? Ja, hebben jullie het ook nog een beetje naar zin?
Zeker. Dat is top. Nu nog een visje erbij. Hè? Visje erbij, ja. Wij hebben nog geen vis gezien, dat is wel een beetje jammer. We brengen ongeluk. Wat is dat nou? Shit. Nee, ja, ik doe zo meteen met oren spat. Doe mijn trui uit. Dat die weer een mooi stekje vinden. Ja, wat gaan wij doen inmiddels? We gaan ook even de engels inleggen. Andere watertje hierachter. Ja. En dan allemaal even één engeltje. Ook één vis die zou leuk zijn. Maar voornamelijk is het doel dat Teun en 20 konden gaan vangen. Dus daar gaan we voor. Yes. En ja, we gaan er gewoon voor. En dat is vangen denk ik, hè? Tuurlijk, ja. Knallen. Perfect. Oh, perfect. Weet ik Arnie. Die is mooi hoor. Ja, lekker Teun. Hoppa. Ja, dit wordt het record hoor. Ja. Zo, we moeten achter. Wat zeggen we dan? Ik kan me toch maar niet te stoppen. Hoppa. Ja, nog niet. Hey Bram. Ja. Je raakt een beetje op chitten. Ja? Die wordt er ook altijd uitgevist door zijn broer. Ah. Ja, broer. Wat is er gebeurd, Teun? Los. Ah. Zonde, hè? Het zag er goed uit. Ja, op zich wel redelijk inderdaad. Snel die helemaal uitvaren. Ik zou hem niet verstaan. We hebben wel een win-up film, dat is ook mooi. Hey Teun, wat zagen we nou? Een witte steur voor de kant. Ja, dus... echt bizar. Ja, Teun zegt, ik zie een steur. Helemaal niet bang of zo. Dus. Ik denk, nou, ik geloof het niet. Ik heb zo die engel zo in het water en ik zie hem in dat hij zo op zijn kont. Je op zijn kant. Echt zo'n diamantsteur was het. Ja, die is echt voor niemand bang. Ja, hij filmt. Lekker. Hij ligt 1 seconde uit. Hey, lekker bezig, Bram. Kan we. Hey, je wilt er weer te vertellen. Ja, ik heb hem net ingevaren. Hij ligt 2 minuten in met de voerboot. Ik ga me net omkleden. Ja, heb je zin in, hè? Hij staat bijna dicht. Zo, dat is een goeie, hoor. Ga je de steur maar zijn. Ja, of jouw record, hè? Wij zijn bijna dicht. Ik heb een foto. Ja. Het is ongelooflijk. Hoeveel meervallen zwemmen er nou? 8 op het water. En dit is gewoon nummer 2 al. Ja. Kijk mooi, eens even. Mooie meerval. Hoe zwaar was die? 10 kilo precies. Kijk eens even. Hij is helemaal lang. Mooie vis. Maar 1,20. Ja, hij moet even een beetje recht. Kan je die staart een beetje recht trekken? Ja. Kijk eens even. Ja. Tadaa! Ga eens goed zitten, wie? Ja, zo lekker, hè? Potje ondoor. Ja, kermisattractie gewoon. Gaat hij weer draaien? Wat een gek, joh. Nu moet hij weg. Kijk, daar gaat hij. Hoppa! Hoppa, trek hem aan, ouwe. Top! Hoppa! Teun de volle. Hey, Chittefenderski. Hoe is het ermee? Ja, lekker. We zitten hier lekker aan tafel, s'avonds. Uurtje of 11:30, 11:15. 12 uur. 12 uur zelfs. En je kent het zien, het is gezellig. We hebben het nou al zin. Het is gezellig, hè? Ja. Zeker. We hebben het nog gezellig, jongens. Die is vaak goed. De karpers zijn wel een beetje stilgevallen, helaas. Maar het kan. Ja, we hebben kan nog één, dat is jammer, van Teun. Echt een mooie vis. Goede vis gelost, inderdaad. Harde run. Ja, zat in de takken vast. Echt heel zuur was dat. Maar wat is het doel, Teun? Ja, een kooi. Yeah. Een kooi. Of een nieuw record. Zou wel fijn zijn. En dat is 20er, toch? Ja, sowieso. Dus daar gaan we gewoon vannacht alles aan doen. Nou, ja. Als een van ons helemaal gaat vannacht, dan mag jij maar zes pakken, hè? Is goed. Ja. Dus we hebben het misschien wat grotere vissen. En de oude garde. We zijn ook nog wakker. Ja. Jongens, we zijn eenmaal op het andere watertje aangekomen. Het vakantiehuisje. Het vakantiehuisje, Koepersleek. En ik en Daniel gaan lekker in het hutje slapen, fietsen als een derde verloren zo'n beetje onder het afdakje. Het is niet heel democratisch gegaan. Echt wel heel democratisch. Twee stemmen, hoor. Jij stemde tegen. Ja. Zo jongens, zo ben ik ook wel in. Ik heb mijn twee engels zich in. Ja, bij mij eentje. Dat is zeker waar. Maar sowieso vangen vannacht.
dat komt helemaal goed. En we gaan lekker slapen, want om half acht staat wekkertje. Dus we moeten de vroeg uit. Om half negen. Negen ontbijt. Steeds bezig, man. Ja, oké. Okay. Doei, tot zo. Doei. Dus iets zullen we er nog aan. Ja, jongens, we hebben gewoon beet. Ja, ik was echt een kwartier heen werd ik geprankt door Teun. Niet mijn idee. Nee, oké, maar hij deed wel mee. Maar het was het idee van Daniel Chitten. Dus ik helemaal hard rennen. Toen was ik moe, ik dacht, ja, ik geloof het niet. Een paar piepies. Maar ja, toch scheen te vissen zijn. Dus Teun, de gadget, die komt naar mijn hengel, naar mijn tent gerend. Hij zegt, ja, je hebt beet. Ik zeg, ja, maar heb je hem al gepakt? Hij zegt, nee. Maar je swing staat tegen je pieper aan. Ik zeg, ja, oké, is het nu geen prank? Hij zegt, nee. Ik zeg, ja, oké, dan dan geloof ik het. Nee, na één keer is het goed geweest. Ja, dat is prank. Waar. Dus ik kom aan en die swing zit dus echt tegen de pieper aan. En er zit dus toch echt een karp aan, denk ik. Maar hij voelt niet zo goed. Ja, maar er zat wel kromme. Ja, je kromme toppen niet stoppen. Yes. En ik voel toch wel lekker weer even drinken. Precies. Dat is mooi. Ja, jongens, hij is mooi ingehaakt. Op de Ronnie Rig. Met het wit gele pop-upje van Tijgenoot. Mooie karp, hè? Mijn eerste in België op de karpenhoeve. Yes. Toch een mooie vis. Op de Ronnie. En met de praten naar Particle Mix. Dus ja, mooie visie. Echt. Hij gaf goed gevecht. Mooie karp. Ik dacht echt dat ik geprankt werd. Ja, joh, hij telt. Mooie karp vangen. En ik wil de andere kant laten zien, maar hij is een schub, dus ik doe het maar niet. Ja, ziet er toch hetzelfde uit. Dus ik ga weer terug laten gaan. En hij mag gaan. Tot ziens. Hoppa, lekker. De volgende 20er is voor Teun. Pas op, ja. Wake up morning call. Even voor het kantje. We hadden gisteren een nacht gevist en op een gegeven moment dachten we, ja, we gaan niet uitvaren, we hadden geen zin in. We hadden drie keer voor de kant de steur gezien, dan denken we leggen hem lekker daar doen. En nu we weten, dat is geen steur. Dat is dan weer op. Zo jongens, kijk eens even. Mooi begin van de dag, het is 6:30. Ja, zie. We hebben nog 2 uur om te vissen. En, ja, van nu gaan we het laatste offensief inzetten. Alle Engels die gaan zijn voor Teun. Die 20er die moeten nog uitkomen, vannacht staat er niet mee. Maar ja, hopen dat nog gaat gebeuren. Mooie visie en mooi terug. Goedemorgen. Wat is de strategie voor de laatste uurtjes? Ja, gelijk Engels er opnieuw in. Even nieuw voer. Dus. Ja, we moeten het toch aan worden. Dus. Ja toch? Scherpe haakje erop. Precies. En nou, oude garde is ook wakker. Dus, Ze hebben geslapen. Ze hebben niet geslapen. Ja, ik niet, hè. Kijk je dat nachtvissen? Ja, nog 2 uurtjes. Nog even knallen. En dan moeten we opruimen. Yeah. Hey Bram. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Nou ja, ik ben net wakker. En Teun die heeft mee. Ja. Teuntje joh. Lekker bezig. Een goede run nog wel op zich nog wel. Weet je wat het is? Ik heb hem nog niet goed gezien. Het is mooi dat diepe water, hè? Ja, maar wacht, hij is een klein stuk. Ik ga er nu in de zon. Het blijft heel diep. Ik kan gewoon die ship open houden. Is er een koor? Is er een koor? Nee. Oeh, een karpertje. Yes. Hoppa, lekker bezig. We vangen op de Ronnie Rig, een geel pupje eraan. Dus ja. En dan gewoon weer actie, gewoon nog geen 5 minuten in. Dus dat is weer goed voor het gevoel. Dus ja, 5 minuten slapen, maar niet even wakker gemaakt. Yes, volgende ochtend en toch nog een visje op de mat. En ja, aardig mooie exemplaar, Teun. Zeker. Mooie afsluiten, denk ik. De Engels liggen nog in, dus er is nog kans. Het kan nog gebeuren. Een half uurtje. We wachten nog steeds op die 20, hè? Maar we gooien dat er veel vis aan het paai is. En dat we daarom. Ze hebben daar ook niks gevangen. Dus toch een paar visjes. Maar ja, wij hebben ook verblank daar zijn water. Ja. Ja, we hebben ook nog 2 van de 8 meervallen gevangen hier op het water. Dus dat is ook op zich prima. Doe maar via een blauw duimpje omhoog voor Teun en Bram. En dan. Even abonneren natuurlijk. Gaan we eens abonneren. Op maar duim en eten. Yes. Ja, precies. Ja.
Laatste kwartier zien. Ja, hè? Is het een? Ja, Bram, je bent uitgerust. Een bak? Ik zag het niet. Meer van? Hey, een babeel, een babeel. Hoppa. En toch op de valreep nog even. Ja, hij is erbij. Een kleine spiegel. Ik heb een pupwaffeltje gevangen. Dus tijdens het eten weer. Dus ja. Het is een last minute vis, dus heb ik hartstikke blij mee. Dus, en deze gaat hij zwemmen nu. Ja. Tegenwoordig kennen ze juist hondenveganisten zijn. Kijk, stikkie slaan. Yeah. Lekker. Lekker, lekker. Lekker, yeah. Lekker. Is dat even lekker? Ja, ja, ja. Goed voor de milieu. Twee tonnen aftikken, die moet rond. Hey, kijk maar aan, als we die moeten steken. Hallo. Ja, oké, afgesproken. En dan moeten we de twee ton. Twee ton. Ah, gadverdamme, dat is zo. Ja, dat is een spiegel. Ja, jij bent een fotomodel, hè. Zo, Teuntje wordt lekker verwend hier zo. Teun, even met de microfoon. Oh, nog niet zo. Oh, wat vervelend. Zo, het aardig wat. Kan weer vooruit, hè. Niet zo kappen. Dankjewel. Yes, dames en heren, we zijn weer aangekomen bij het einde van de video. Vond je de video nou leuk? Doe even lekker blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Elke dinsdag 30:30 een nieuwe video. Je kent het wel. Wij zien gehad, Teun. Zeker, zeker. Jij, Bram? Ja, ik vond het zeker leuk. Toch een paar mooie vissen uitgekomen en ja, wie weet tot de volgende keer, jongens. Ja, yes. Yes. Okay. Hoi, hoi. Hoi.